Wauw, dankjewel, dankjewel. Te gek. Ik ben net terug van vakantie. Was een weekje op vakantie en ik was vanmiddag op Schiphol. En ik was even helemaal gefascineerd door die omroepster op Schiphol. Die stem van die vrouw, die intonatie. Hebben we er wel eens op gelet? Ze klinkt een beetje als de heer Jansen zo spoedig mogelijk naar Kate B7. Dat is best wel een typische manier van praten. Bijna net zo typisch als piloten. Die praten ook heel eigenaardig. Altijd een beetje binnensmonds. Een beetje van... Dames en heren, goedemorgen. Vanuit de cockpit, wat vluchtinformatie. Heel eigenaardig. En ik dacht, stel je nou voor hè, dat die omroepster en die piloot... die zitten met z'n tweeën in de bedrijfskantine op Schiphol... met elkaar, met elkaar te lunchen. En hoe zou dat gesprek gaan tussen die twee? Hè? Dan zegt die omroepster, die zegt... Hans, zou jij mee de hagelslag aan willen geven? En zegt die piloot... Saskia, die hagelslag die staat voor je snuffert. Dus die kan je makkelijk zelf pakken. Dankjewel. En dan zegt die omroepster... Hans, zou jij op willen houden zo bij de hand te doen... en mij zo spoedig mogelijk de hagelslag aan willen geven? Wel, Saskia, nog even vanuit mijn gezichtspunt. Die hagelslag die staat toch echt dichter bij mij in noordoostelijke richting, dus... Hans, moet ik soms deze koffie over jou heen gooien? Nou, vooruit hier dan. Saskia. Trouwens, Saskia, heb je misschien nog even zin om mee te lopen, het terrasje te pakken? Het is heerlijk weer, 20 graden, lekker hoogte. Het is nog maar 10 voor 1 plaatselijke tijd, dus... Nou, zo moet dat gesprek gaan. Nee, maar ik was een weekje in New York. Dat was hartstikke leuk. En het was een beetje koud, dus ik ging naar een museum. En ik belandde in het Museum van de Geschiedenis van New York. En dat was heel interessant, want er was een historicus. En die vertelde mij dat de stad New York, die is ooit opgericht als een Nederlandse kolonie. Dat heette toen Nieuw Amsterdam. Dat vond ik heel interessant. Ik vroeg me even af, wie wist dat van jullie? Steek je hand eens op. Zijn er mensen die dat... Oh, iedereen wist dat dus. Ik was de enige lul die het niet wist. In ieder geval, maar die historicus die vertelde ook dat er waren in de 17e eeuw dus allemaal Engelse kolonies, allemaal Nederlandse kolonies. En het had maar weinig gescheeld of het waren juist de Nederlandse kolonies die waren gaan overheersen. En dan was het dus heel anders gelopen. Dan was dus heel Noord-Amerika. Ja, was Nederlands geworden. Nederlandstalig Nederland. En ik zat gelijk al te denken van bijvoorbeeld mijn favoriete actiefilm Speed zou dan gewoon heten Snelheid. Niks Back to the Future, gewoon terug naar de toekomst. Of wat dacht je van Missie Onmogelijk? Met in de hoofdrol Tom Cruise. Of wat dacht je van de klassieke haaienfilm Kaken? Kaken 1. Hè? Je hebt ook Kaken 2 en 3, maar Kaken 1. Nee, het gaat nog veel verder, want kijk, wij vinden het in Nederland... wij vinden het heel stoer om af en toe een Engels woord ertussen te gooien. Ja, dat doen we nog steeds meer en meer. Maar als het de Verenigde Staten van Nederland zou zijn geworden... dan zouden wij dus hier in Europa stoer vinden... om af en toe een Nederlands woord ertussen te gooien. Dus een Britse zakenman die zou bijvoorbeeld zeggen van... Well, George, tonight I would like to do a speech for some business partners... and I would like to use a krachtpunt presentation. But, yeah, I forgot this document, I only have it in my mobile phone... and I would like to send it to your computer using blauwe tand. You don't have blauwe tand. Do you have a persoonlijke computer or an Apple? Apple, persoonlijk... Ja, normally I always make a copy on a USB-stokje or a compacte plaat. But I forgot. So anyway, but I fly to Copenhagen tonight and I travel zakelijke klasse. KLM zakelijke. They might have a computer on board. And otherwise, you know what they say. Scheid gebeurt. I mean... Zo is het dus allemaal niet gelopen. Zo is het niet gelopen. En wat doen we, hè? Amerika is Engelstalig geworden. En wat doen we als troostprijs uit pure frustratie? Dan noemen we een stad als Rotterdam. Dat noemen we dan het Manhattan aan de Maas. He? Is dat nou niet zielig met een halve wolkenkrabber? Als Rotterdam het Manhattan aan de Maas is... dan is Almere toch wel het Venetië aan het IJsselmeer. He? Vriesels. Nee, ik ben trouwens... ik zat nog even te denken aan de Verenigde Staten van Nederland... Dan moet er natuurlijk ook een Nederlandse president zijn. En ik zie jullie al een beetje kijken. Inderdaad, ik zie daar voor mezelf wel een rol weggelegd. Het lijkt me nou wel wat. President of koning, stand-up comedy is leuk. Maar iets van een president zijn, dat is eigenlijk mijn ambitie. En ik ben al een beetje aan het oefenen. Door eens op te letten van nou, hoe doen nou die presidenten en koningen, dat soort figuren. Hoe doen ze dat nou? En ik denk dat ik het geheim ontdekt heb van wat nou zo'n figuur een president maakt. En het geheim is dat ze bewegen heel langzaam. Bijna slow motion, hè? Als je even denkt aan de koningin, als de koningin zwaait, dat gaat een beetje zo, hè? En stel je voor dat de koningin zo zou zwaaien.
Hey, of wat zo iemand als Sinterklaas. Dat is ook zo'n figuur. Als Sinterklaas lacht, dat gaat een beetje zo. Hè? Stel je voor dat Sinterklaas zo zou lachen. Hey, dan zou ik mijn schoen dus niet meer zetten. Dus ik ben al een beetje aan het oefenen. En zo werd ik bijvoorbeeld... Ik zat in de auto laatst en ik werd rechts ingehaald. Een beetje afgesneden. Dus ik denk, ik steek mijn middelvinger op. En normaal doe ik dat heel snel. Maar ik dacht, dat ik dat eens eventjes heel rustig. Rustig doen. Ik voelde gelijk de presidentiële impact die ik daarmee had. Of in een vergadering, als je jeuk aan je neus hebt, dan kriebel je zo even. Maar eigenlijk, de presidenten zouden dat zo doen. Gewoon heel rustig. Nou, mijn tijd zit erop. Maar ik zou het leuk vinden, ik zou willen jullie vragen om als ik dan afloop, dat ik dan even presidentieel zwaai en dat jullie me op dat koninklijke gezwaai wegklappen. Dank jullie wel.